Hallo, het is weer woensdag. Nou, ik heb vandaag een hele bijzondere tip. Er wordt me vaak gevraagd van: oh, help Marja, er is een truitje gekrompen of iets anders. Hoe krijg ik dat weer groot en langer? Nou ja, ik heb dat zelf ook wel eens en dat ga ik vandaag aan jullie laten zien hoe dat werkt. Oh ja, voor ik het vergeet. Abonneer je op mijn kanaal, dan moet je eventjes op dat gele belletje drukken. Dan blijf je op de hoogte. Nou, handig toch? Nou, dit is eigenlijk wat je nodig hebt. Wat water. Nou is dit natuurlijk een slakom en natuurlijk doe ik het anders. Even in een gootsteen of in een emmer. Maar dan zie je niet het goede resultaat. Dus daarom nu eventjes gewoon lauw water en wasverzachter. Dat is alles wat je nodig hebt. En dan natuurlijk het truitje waar het om gaat. Nou, je ziet. Het is aardig gekrompen, dat past me voorlopig niet meer. Dus dat ga ik nou weer proberen om uit te rekken, zodat ik het weer aan kan. En er wordt me ook heel vaak gevraagd van waarom het een nou wel krimpt en het ander niet. Nou, dat kan ik je ook niet helemaal zeggen. Hè, je hebt gewoon materialen die sneller krimpen dan het andere. En ook al doe je het helemaal precies volgens het waslabel, soms gaat het gewoon mis. Heel vervelend, maar ja, dat is nou eenmaal zo. En deze methode, die wil veelal wel, wol vooral. Hè, dus ja, en vooral wol is natuurlijk heel erg als dat krimpt. Wil dat weer zijn normale structuur terugkrijgen. Nou, en het enige eigenlijk wat je hoeft te doen is, je doet lekker wat, oh, wasverzachter, hopsa, ja, zo wel. Maak het maar lekker een beetje melkwit, zoals hier. Nou, het volgende, dat is dus dat kleine gekrompen truitje, dat leg je, dat vouw je op, dat is belangrijk, en dat leg je op het water. Zo. En dat ga je heel langzaam aan de onderkant nat laten worden. En op een gegeven moment raakt dit natuurlijk helemaal verzadigd en zakt die langzaam naar beneden. En waarom het niet zo werkt als je het plof nu meteen onder ploft, weet ik ook niet. Maar waarschijnlijk heeft dat iets met de structuur van de vezel te maken. Dus dit zakt nu, geloof me, naar beneden. Nou, je ziet. Truitjes helemaal verzadigd met wasverzachter en water. Nou, nu laat je het met rust. Hè? Laat het maar zo een uurtje gedijen. En dan kunnen we even kijken of er al schot in zit. Zo, nou, ik ben heel benieuwd hoe mijn truitje eruit komt. Eens eventjes kijken hoor. Zo. Nou, het ziet er goed uit. Het is toch wat meer dan het was toen het erin ging. Eens even kijken. Zo, zo. Kijk dat toch eens aan. Mijn truitje is er weer helemaal. Yeah, wauw. Wat een goede tip. Maar wat ook soms, kijk, nu komt hij er gewoon goed uit. Nou, dat komt niet zo vaak voor, kan ik je mededelen. Soms moet je ook nog eventjes je armen een beetje bijtrekken of de onderkant van je trui. En dan is het vaak, zeker met wol, is het goed om een handdoek op de vloer te leggen. En je hoeft hem nu dus ook niet uit te spoelen, hè? Laat het maar gewoon zo. Wel natuurlijk even uitknijpen en niet wringen, maar uitknijpen, dat is ook belangrijk. En dan leg je hem mooi plat neer, goed in model, zo, zodat hij mooi en netjes weer opdroogt. Nou, en dan kan jij je truitje weer aan. Doei!
Nou, ik vond dit eigenlijk een geweldig goede tip. Kijk dan. Zo, fijn. Goed gelukt. Zo, dit was het weer voor deze week. Nou, abonneer je. Zou ik leuk vinden. En liken vind ik ook heel erg leuk. En als je zelf een goede tip hebt of iets te vragen, doe dat dan vooral hieronder. Nou, tot de volgende week weer. Dag!